Dan ga ik heel veel geld uitgeven. Dan koop ik 3 flessen Moët. 1 fles Don... Hey! Oh! Oh! Hey! Get out! What? Oh my god! Oh my god! Kijk! Man. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn piemel werd nat toen ik ging doorspoelen. Dankjewel. Wat een lucht. Jongens, Niek is alweer lekker aangekomen hier en we gaan zo sporten. Maar eerst gaan we eventjes lekker in het zonnetje lopen, want het is vandaag echt topweer, jongens. En jullie weten, als het topweer is, dan ben ik vrolijk. Maar echt, vandaag is het echt een fucking mooie dag. Kijk nou eens even, hey. Kijk hem nou even shinen daar. Maar we gaan eventjes een broodje halen bij Haisa en dat is daar bij Oude Kerk. Dus dan gaan we even lekker zo door de zon heen lopen, zo och. En dan gaan we even lekker daar zitten. Ik weet niet of hun terras nu open is, maar anders dan gaan we binnen zitten. Maar ik hoop wel dat ze gewoon lekker even buiten gewoon tafels en stoeltjes hebben staan. Dan kunnen we even lekker buiten zitten. Heerlijk! Alles belangrijk, na het schijten. Even goed je handen wassen. Precies. Dag 2 dat hij hier staat en dat ik hem niet mag openmaken, jongens. Ik vind het toch wel heel vervelend. Dat weet ik, daarom heb ik... Ik vind het heel frustrerend. Daarom was het expres op tijd geregeld. Oh. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd wat het is. Echt heel erg benieuwd. Hoe gaat het met jouw knie? Ben jij klaar om straks te gaan springen vanavond? Gaan springen? Stefan die vroeg of wij langs wilden komen in Ede bij het trampolinepark van Boas. Dat we daar gewoon lekker gaan springen en zo. Nou, gezellig. Ja, ik kan niet... Ik durf geen flips, maar ik ga zeker wel even een... We gaan zeker even lekker springen. Een sprongetje maken. Ja, en straks misschien nog even lekker sporten. Maar eerst gaan we eventjes, wat ik net zei, een heerlijk broodje halen daar. Misschien sporten hoor, want ik vind helemaal naar die plek toe lopen daar, dat vind ik ook al, dat is ook al 17 kilometer. Nou en dan kunnen we daarna... Nou, we zien het wel. Weet je, we zien het wel. Het is lekker weer. Het is niet lekker om binnen te zitten dan. Nee, lekker een cappuccino drinken. Oh, lekker misschien buiten op het terras. Ja, dat zei ik ook al, maar dan moeten ze wel tafels en stoelen buiten hebben staan. We bellen ze gewoon op. We zeggen, luister, we komen nu met 4 man naar jullie toe. Tafeltje en stoeltjes klaarzetten alsjeblieft. Ja. Nee, ga je dat echt doen? Nee joh, nee. Dus, ik denk dat ze hebben vast wel een klein terrasje waarschijnlijk. We gaan er gewoon heen. Hoi, goedemiddag met Niek Roze. Heeft u misschien een tafel voor 4 personen buiten op het terras? Je doet geen reserveringen. Maar kunt u misschien voor mij alleen... Dus je hebt ook geen terras. Maar kunt u misschien voor mij alleen 1 tafeltje gewoon buiten neerzetten? Gewoon voor mij, alleen, speciaal. Dan ga ik heel veel geld uitgeven. Dan koop ik 3 flessen Moët. 1 fles Don... Ja? Fake news! Ja, dit hoort ook bij het leven van Vincent, hè? Het vuilnis weggooien! Weet je hoe vaak ik dat doe? Nee, nooit. Nu? Als ik jou moet geloven. Nu? Ja, het staat best wel vet bij je outfit, man. Omdat die jas ook een beetje een vuilniszak is. Ik ben gewoon een beetje jaar eigenlijk. Dit is zo'n nieuwe... Ik ga een keer naar een première met alleen een vuilniszak, neem je een vuilniszak mee. Ah, het is wel een statement. Ja. Ah, ik vond het echt een trash film, man. Fucking slecht! Ja, slecht. Nou, eigenlijk best wel goed eigenlijk. Ja. Een trash film. Trashfilm. Maar dan word je wel geïnterviewd op Rooi Loper en dan zegt ze, meneer, waarom heb jij deze vuilniszak meegenomen? Nou ja, dit is een nieuwe Chanel tas. Ja. Het is echt, dit is vuilniszakken leer. Ja. Met een vleugje iets. Hoeveel geld moet ik jou betalen als ik jou zover wil krijgen dat jij dit ooit meeneemt naar een première? Veel, heel veel. Hallo, willen jullie ook in de vlog van Vincent? Niek, nu maar uit. Okay. Het is zo irritant dat als Niek eventjes... Jij bent zo'n ongemakkelijk persoon eigenlijk. Jij zorgt er eigenlijk altijd voor dat je of in een kutsituatie komt dat het allemaal ongemakkelijk is. Net ook in de lift. Kijk. Gaat hij tegen mensen vertellen die hier wonen. Yeah, he's a famous YouTuber from the Netherlands. Dit en dat. Sukkeltjes. Dat doe je ook zo vaak bij mij. Helemaal niet. En daarbij is met mensen in een lift staan die niet is altijd al ongemakkelijk. Ja, maar dan ga jij het nog super kutter maken. Nee, dus ik zeg gewoon, hey, dus kijken jullie wel eens naar YouTube? Nou, not really, no. Ze waren niet eens Nederlands, Niek. Dan kijk je toch wel YouTube? Gaat hij even uitleggen dat ik een bekende YouTuber ben? What John Bowie zegt. What a day to be alive. What a time to be alive. Just enjoying life. Yeah, just enjoying the sun, you know. The heat of the sun. And I'm your son. Yeah. And I'm the... Yeah. I don't know. I'm a shit man. Yeah, because I'm a shit man. Oh, lekker de natuur opsnuiven, hè? Lekker frisse lucht. Dit is precies wat jij wilde, Niek, hè? Even lekker lopen in de natuur. Ja, ik heb helemaal geen zin om binnen te zitten in de sauna eigenlijk met het weer.
Laten we hier up the hill going. Lowing, let's go, we're up the hill going. Wisten jullie dat dit het hoogste punt is van Amstelveen? Nee. Wij wonen hoger. Dit is het hoogste punt. Dit is het hoogste punt van Amstelveen, kijk. We liepen een heuveltje op. Het is heel gek, we lopen hier zeg maar nu zo. En kijk, daar aan de overkant staan mensen. Maar er was dus een witte hond. Die was dus achter een haas aan het aanrennen. En hij ging helemaal hier door de bos heen. Toen is hij door de sloot gegaan uit weiland op. Maar hij is daar nu weer een sloot in gegaan. En nu zien we geen wit bolletje meer. Ik denk dat het geen hond is, maar dat het een wolf was. Nee, een albino wolf. Er wonen tegenwoordig weer wolven in Nederland, hè? Ja, dat weet ik. Maar oh, hij is eruit. Ik weet niet of jullie het zien, jongens. Ik ga proberen in te zoomen. Maar kijk, Jort is ook die eigenaresse. Die lopen daar. Ik ga aan het fluiten, maar die wolf... Of die, ik wilde zeggen die wolf, maar die hond die ging achter zo'n haas aan. Het lijkt wel op een wolf. Het lijkt wel echt op een wolf. Kijk jongens, dat witte balletje wat jullie daar zien lopen op het weiland. Dat is dus die hond. En die baas loopt helemaal daar. Oh, hij is helemaal nat ook. Ik floot hem net, dus hij komt waarschijnlijk nu... Oh, ze zijn er overheen. Oh, ze gaan daar naar het weiland. Nee, ze zijn er niet overheen. Zo liep hij. Kijk hem lopen. Hij denkt zo, oh, dan moet ik heen. Oh mijn god jongens, hij is hier. Hij is hier. Alleen het kut is, ik heb mijn nieuwe broek aan, dus ik hoop niet dat hij leuk gaat doen. Geen honden. Oh, oh, oh. Oh, daar komt hij. Daar komt hij. Lekker bezig. Lekker vriend. Dit was wel echt grappig eigenlijk. Ja. Dat was wel even een leuke entertainment dingetje. Het loopt wel goed af. Dat is kijk hem ook teruggaan. Haast gevonden, haast gevonden. Lekker broodje jongens. Hey. Anderhalf uur gewandeld? Helemaal niet. 28 minuten. Niet die zegt, ja, we hebben toch anderhalf uur gewandeld. Dat was 28 minuten maat. Oh, laat het smaken. Lekker uitsmijdertje. En een broodje kip. Oh. Lekker? Och, wat hebben we toch weer lekker geluncht, hè jongens. Wat was het toch weer een feestje. Het was echt lekker. Het was echt lekker, hè. Heb je genoten, echt genoten. Waarom willen mensen jouw vlogs volgen? Probeer het eens uit te leggen. Waarom mensen naar mijn vlogs kijken? Ja. Waarom, ik weet het niet. Stel, ik word een nieuwe abonnee. Ja. Waarom moet ik abonnee worden? Nou, omdat ik gewoon allemaal leuke dingen doe. Ik ben met leuke mensen. Ik maak leuke, grappige dingen mee die sommige mensen niet dagelijks zullen meemaken. Ja, oh, even gedacht. Geen grap. Goedemiddag. Hey Dylan. Hoi. Nou ja, dat eigenlijk ja. Dus. Visser, dus. Toen zei hij van ja, je kan een mailtje erin. Maar goed jongens, Sneak die vroeg, waarom zouden mensen naar mij kijken? Ik, nee, soms... Het is al, misschien moet ze even een reactie achterlaten. Ja, laat... Gewoon, ook naar gestuurd. Laat inderdaad gewoon maar eventjes weten. Is het om de persoon, Vincent? Is het om wat hij doet? Is het eigenlijk omdat je niks beters te doen hebt? Ik weet het ook niet. Ja, ik ben ook wel oprecht benieuwd, zeg maar. Waarom kijken jullie allemaal naar mij eigenlijk? En waarschijnlijk zijn ze al afgehaakt in ondertussen. Dus komen er geen reacties? Nee, nou, jammer. Kijk je dit nou en denk je, nou ja, eigenlijk kijk ik hiernaar, maar ik ben nog helemaal niet geabonneerd. Dan moet je dat eventjes doen. Vincent zegt tegen mij en ik heb een paar pull-ups, maar... Dat zei Willem. Dat zei jij. En ik zei, dat kan niet, want ik kan niet bij. Zei, dat kan je toch makkelijk via die paal? Dus, daar gaat hij hoor. Eigenlijk moet je een paar van die swings hebben. Oh, wow. Doe even een muscle-up, muscle-up. Het ziet er best vet uit eigenlijk. Wacht even. 3, ik wil minimaal 10, op. 4, ik kan er maar 4? Jezus, maat. Dat is best hoog. Ja. Je enkels. Au. Ik kan je maar 4 pull-ups? Ja, maar je kon niet lekker vasthouden. Nee? Het was een hele grote buis. Een stevige grote buis. Oké. Wij zijn weer thuis en moet je eens eventjes kijken wat een plaatje jongens. Als die zon zo in de late middag een beetje zo door het raam schijnt hier, dan is het huis altijd zo mooi verlicht jongens. Godzidori, ik kan niet vaak genoeg zeggen jongens, maar ik ben nog steeds zo blij met dit huis. Kijk nou even. Ik ga eventjes lekker, lekker een beetje op mijn computer een beetje chillen en een beetje niks doen. Aangezien wij straks richting Ede gaan en weer allemaal heftig gaan springen en inspanning gaan leveren jongens. Dus ik ga even lekker chillen. Het is toch eigenlijk gewoon luxe dat zeg maar, er komt er maar een gast, Wim. Ja. En dan hoeven wij gewoon niks te doen. Nee. En dan is de gast gewoon aan het koken gewoon. Het is toch niet normaal. Koen, wat doe je dat toch fantastisch. Eigenlijk regelen we het altijd zo. Wat dan? Wij regelen sowieso nooit wat zelf bij eten. Nee, maar dat iemand anders kookt. Of het nou Ruben is. Ja, wat chill. Oh, Koen, we zijn je dankbaar, jongen. Wat ga je voor ons maken?
pasta met rode saus. Oh, geil hoor zeg. Oh. Eeuw, heb je nou een stijve? Ja. Oh. Jongens, ik heb dus vannacht echt heel slecht geslapen. Ik weet dus niet hoe dat komt, maar ik was echt gewoon, ik ging volgens mij om 00:30 mijn bed in en ik werd om 14:15, dus ik keek op mijn telefoon. En toen, ja, toen, want ik was de hele tijd aan het rollen voor mijn gevoel. En toen keek ik weer een keer, werd ik weer de hele tijd wakker. En toen was het 3:00. Maar ik heb voor mijn gevoel, ik heb gewoon de hele nacht niet geslapen. Zegt Willem, het was gisteren volle maan. Ja, en of dat echt had betekend, dat weet ik echt niet. Nee, maar zeggen wel ze dat zeggen dat je daardoor slechter slaapt. Maar ik heb wel echt, zeg maar, het gevoel dat ik niet heb geslapen vannacht. Gewoon alleen maar aan het rollen was. Ja, maar je moet wel stil blijven liggen, dat is anders. Dus. Ja, ja, dus ik werd echt brakkig wakker, gewoon. Ja, gewoon echt moe. Maar goed. Straks lekker springen in Ede, jongens. En dan slaap ik waarschijnlijk wel een stuk lekkerder. Dat denk ik wel. Wij zijn aangekomen in Ede bij JumpXL, die van Boas. Kijk, hier is hij. Wat een leukert. Blijkt hij dus helemaal niet te komen. Ik heb helemaal geen contact gehad met Boas eigenlijk, maar... Stefan die vroeg of ik mee wilde. Blijkbaar kon Boas niet. Wat een saaierik, hè. Kan hij wel heel leuk daarboven op dat ding staan. Maar als hij niet komt, dan komt hij niet. Vroeger ging ik nog best wel vaak met Boas en Stefan en Rutger en zo. Gingen we allemaal naar dat soort parken dat we trucjes gingen doen en freerunnen en zo. Dus ik moet een beetje inkomen weer, jongens. Maar dat komt helemaal goed. Ik ben benieuwd wat je hier allemaal hebt, jongens. Je hebt hier zeg maar de high performance trampolines. Deze die is gewoon veel hoger dan normale. Maar je hebt daar allemaal, hier kun je vanaf springen. Je hebt daar een hele hoge glijbaan. Je hebt daar ook een hele hoge glijbaan. Gaan wij zo ook eventjes vanaf. Super leuk. Hey jongens! Hey! Hey! Is dit een Gerdels reunie? Wat? Ja, tuurlijk, kom. Wat leuk dat, zeg maar, dat we zo met z'n met de Gerdels reunie. Ja, ik ben er weer. Leef je wel? Ik ben er weer, ja. Ik heb 10.000 calorieën gegeten vandaag. Ja, dus ik heb een beetje last van hartkloppingen. Jullie zijn een challenge aan het doen. Hoeveel calorieën? 50.000? 30.000? 30.000 met z'n... Wow! Ja man, 30.000 calorieën. Dat is best wel weinig. Dat kan makkelijk. Dat gaat makkelijk. Ja. Dus je hebt besloten de hele dag te wachten en dan nu in één maaltijd 30.000 calorieën. Kijk eens eventjes wat we hier hebben. De glijbaan des doods. Ga zitten. Is het al opgeblazen? Nee, ik ga eerst filmen. Ik ga jou filmen, kom maar. En je moet zo'n matje pakken. Moet je een matje pakken? Oh, hier. Oh. Ja, dan moet je in zitten. Oh. Oké! Okay. Hey Rick, Mali, kom eens! Hey! Wacht, dit is hoog! Het is helemaal niet zo hoog, man van de vier! Hey Rick! Hey Rick! Doe je wel voorzichtig, schatje! Hey. Ja, ga dan! Maar wacht, dit is best wel hoog! Wow! Wow! Hey, dit is wel een oh, jij kan best ver, man! Hey, ga dan, papa! Ik ga dan! Wow! Hey, eerlijk, als je daar boven staat, nog best wel hoog. Kom je mee? Kom je mee? Ja! Woe! Ja. Ja. Hey, dank je wel, Frits. Graag gedaan! Oh, nee, dat is hier! Zo overdreven vallen, weet je wel. Zo van, wow. Zeg maar, als je dan zeg maar er tegenaan kijkt, denk je van, noh, val wel mee. En dan sta je daar boven. Best pittig. Oké, jongens, we gaan nu iets doms doen, denk ik. Nee. Ik ga mijn camera laten meeglijden. Okay. 3, 2, 1. Oh! Hey! Oh! 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 Jij dat! Wat? Oh my god! Oh my god! Kijk! Oh! Oh! Dit is een ziekte shot ever! Wow, dit was niet normaal, episch! Echt knap dat mannen ook kunnen vangen. Okay, of wij niet zo. We hebben een GoPro nodig. Hoezo heeft dat met mannen te maken? Jij kan toch ook wel een camera? Vang hem nu! Het lukte me. Ja, daarom. Het heeft niks met mannelijkheid te maken. Sorry. Nee, het is oké. Okay. Dit is echt raar. Oh my god! Oké, daar gaan we. Kom maar, Steve. Zeg maar. Maar wij zijn hier zijn wij te goed. Wij zijn fucking goed. Ja, we zijn en vloggers en we zijn goed. Laat Rick het doen. Rick, kom maar! Kom. Rick, dit kan jij! Hij ligt dus daar. Ik ben een krabbetje. Zoek Rick! Ik ben een krabbetje. Oké, okay, we laten Marijn tegen Nick.
zoeken waar Rick is. Wie als eerste Rick vindt. Oké. Die moet mij een kus op de mond geven. Oké. Okay. Ja. Oké. Hey, Marijn. Marijn. Niek, kom eens. We hebben een leuke challenge. Kom eens. Jullie moeten Rick zoeken en degene die Rick zoekt, die wint een kusje van Maliet. Ja. Die wint. Die wint een kusje van mij. Niet zoeken, niet. Doe je ogen dicht. Niek, doe je ogen dicht. Niek, kijk naar die bal. Kijk naar die bal, Niek. Ah, ik heb gewonnen. Ja! Ja! Kom! Deel, je krijgt een gast van shining. Waar ga je? Marijn, kom! Kom! Waar ben je? Ik heb het hoofdje van Rick, help ik. Oh mijn god, wacht even. Gast! Nee, maar! Stop! Hij is een stijver! Hij is een stijver! Oh my god! Het lijkt me zo'n schildpad die niet meer op zijn benen kan staan. Hou die blokken zo, oké? Oh, het niveau ligt weer echt heerlijk hoog vandaag. Kijk! Hey! Wow! Let's go! Oh! Waar lag je? Niet voor de en dan je rug breken. Steve! Hey, Steve, kom hier, kom. Huh? Oh, dat blijft echt raar. Oh fuck! Nee, Rick heeft zo'n hand nodig. Eén grote speeltuin. In mijn vorige leven was ik een basketballer. Let op. Oh my god! Wat anders zo'n ik wil die ook! Oh, die zit er nou. Gecrashed! Die stond in de weg! Crashed! Yeah. Moet ik schuin erin springen? Ja! En wat is dit? Jij en ik. Oké, jij en ik. Challenge. Achter deze lijn. Achter deze lijn. Je moet eerst erin gooien. In de basket gooien. Oeh! Je kan niet de hand op die bal. Ja, nee, precies. Moeilijk. Het was die toch? Het was deze. Oké. Wat heb ik die losers? Ja, hij gooit hem ook geen één keer erin. Hoe gooide jij? Gewoon als een basketballer, bro. Ja, die bal bedoel ik dus. Ja. Ja, tuurlijk. Jezus, nou, dit gaat te lang duren met jou. Nick, watch the fuck out, man. Some fireworks going to happen place here in this place, man. Let go. Testen. Huh? Okay. Kom op, Stefan, je kan het. Heb je het over die basket daar? Ja. Okay. Je kan het, Stefan. Ik geloof ook in jou. Ah. Oeh. Oké, Nick, ik denk dat echt. Oh. Deze of die? Deze. Of nee, het was deze. Deze. Oh! Oh, dat scheelt echt niet veel. Oh, jongens. Het gaat niemand lukken. Ja, man, Rick gaat het nu lukken. Vanaf hier? Rick! Hey, Rick, laat het lukken. Rick! Ja? Oh! Jezus, Finn. Wacht nou even. Nee, hey, wacht nou. Oh. Ik stop ermee, ik ben hier slecht in. Slecht maar ik kan het wel. Ja, jij kan het wel, 100%. Ja, ik kan het wel. Ik heb op basketbal gezeten ook, hè? Echt? Nederlands team. Dat is misschien niet waar, maar... Waarom geloof ik dit niet? Zij heeft toch zoveel lust dat deze avond is ongelooflijk. Oh, dat is niet waar. Wat dan nog meer? Je zei dat je van me hield. Maar dat was geen leugen, Niek. Nee? Oké, even een beetje met die filmen, oké. Nee, ja. Ik film. Ja, ik film. Sorry. Nee, gooi maar. Maliet, niet kijken. Marijn, weet je hoe je ver kan gooien? Als je zo doet, en je doet je hand, dan zo. Oh, uitmooi, ja. Juist. Oh, als je er dan in was gegaan, dan was het echt super gaaf geweest. Hé, Rick. Ja, een kleutertje. Ik doe een heupeltje erbij. Jezus! Je moet hem eerder loslaten. Rick. Vette shot, man. Wow. Oh, Rick. Oh. Wow. Zat hij erin? Ja, hij zat. Nee. Oh, wat ik net ook al zei, jongens. Het niveau ligt zo laag vandaag. Het is altijd zo warm, jongens, in dit soort park. Ook vorige keer in dat springkussenpark. Op een gegeven moment ben je gewoon helemaal kapot. En helemaal uitgeput. Oh, niet doen. Nee, bro, niet doen. Oh. Oh. Volgens mij is hier een heel diepgaands gesprek. Vind jij
pindakaas lekker. Nou, en toen had ik mijn verjaardagsfeest vieren. Toen kwamen 6 vrienden. En toen gingen we pannenkoeken eten. En toen had ik 2 pannenkoeken met stroop. En toen gingen we daarna limonade drinken. En toen vond iedereen het leuk. En toen moest iedereen zijn mama ophalen. Maar mama van Benjamin, die was er niet gekomen. En toen mocht Benjamin bij mij thuis blijven slapen, omdat zijn ouders boos zijn. Ik wilde wat aan ze vragen, maar... Ja. Het is weer tijd om te gaan, jongens. Ga lekker naar huis. We zijn uitgesprongen. We zijn uitgesprongen en gekloot. Ik heb niet eens heel veel gesprongen eigenlijk. Huh? Ik heb vooral heel veel genoten! Jij hebt inderdaad ook niet heel veel gesprongen, maar jij hebt inderdaad nog last van je knie. Auw! Oh kut, je arm is dicht. Doe even normaal. Kut. Doe even normaal. Nou. Helemaal naar de... Wij gaan lekker naar huis. Maar jij wilde een hint geven over wat het cadeau is. Ik ben zo... Wacht. Ik had mijn pet een beetje raar. Maar ik ben zo benieuwd naar wat het cadeau is. Ik kan er echt niet tegen, man. Als iemand tegen mij zegt van... Ja, ik heb een leuk cadeau. En al helemaal als je nu staat. Kijk hem nou staan. Ja. Oké. De hint is... Dit heeft niks te maken met wat er in de doos zit. Oké. Jij dacht eerst dat dit een vinylplaat was. Ja. Dit dan. De speler. Ik weet het echt niet. Maar zeg maar nou niks. Anders ga ik me ook helemaal gek maken. Laat maar gewoon. Dat is de reden waarom ik hem hier op neergezet. En ik jou af en toe hints ga geven. Jij kent me ook echt te goed eigenlijk. Het is echt irritant. Och, jongens. Ik ga lekker de douche onder. Want ik ben best wel een beetje viezig van het zweet. Want in die park is het altijd zo lijpwarm, jongens. Maar goed, Niek die is alweer lekker naar huis. En ik ga zo lekker mijn bed in. Dus dankjewel voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe video. Later!